De patser Ali. Als hij op je afkomt met een pistool, zeg je: Larahmim, ik ga naar huis, man. In plaats van hier heb je geld. Ik ben in de Pathé Arena in Amsterdam en vanavond is het dan eindelijk zover. De film Patser gaat hier in première. De film is gebaseerd op waar gebeurde verhalen van vier vrienden die alleen maar patserige dingen doen. Dure auto's, villa's, heel veel geld en foute dingen. En vanavond zijn een hoop bekende Nederlanders aanwezig en ik ben ontzettend benieuwd. Wie is nou de allergrootste patser in de scene? Ik ben benieuwd. Jij gaat mee. Let's go. Ik bloos stuk. Wat is patse gedrag? Op die VIP-deck met een bitch en een fles. Wat is patse gedrag? Je beef met je pik en je hoe op mijn lap. Ben op patse gedrag. Ik stress niet om ladies, chain om mijn nek. Ben op patse gedrag. Patse gedrag, dit is patse. Wie is nou de grootste patser uit de scene? Ik denk wel een heel klein Ali B, zeg maar, de guys, de boys die het meeste geld verdienen. Je moet ook geld hebben, zeg maar, om echt een patser te zijn. Ali B. Ja, Ali B, geen twijfel. Ik weet nu niet of dat Ali B beschouwd wordt als de urban scene hier, maar ja, hij is wel een rapper ook, dus Ali B is toch wel echt, ja, toch wel heel hoog. Ja, ja, ja. Waarom Ali B? Wel, hij is echt een OG, hè. Zo, dus... OG, hij komt op de set en iedereen ziet hem en hoort hem. Hij is groot en flasht weer. Bundesje. Hollands, Marokkaans, echt... Ja. Dus, een supernova, hè? Is dat, Heel patserig, dus. Ben je bekend met Phoenix? Nee. Wat is het precies? Phoenix, man. Phoenix radio. Is een radiostation, ja. Maar voor ons. Ah, oké. Okay, van ons. Oké, okay, perfect. Snap dan doe ik mee. Je moet je helemaal thuis voelen als je met ons in gesprek bent. Maar ik voel me sowieso thuis als ik langs hem sta. Alle media je in de steek laten, dan zegt Phoenix, fuck it. Weet toch? We gaan hem zo zijn wij niet. Ali, de film, er is veel over geschreven, er is veel over gesproken. Nu eindelijk hier in Nederland. Thuiswedstrijd voor jou vanavond. Ja, absoluut thuiswedstrijd. Heerlijk. Ik heb niet zo lang geleden de première in België mee mogen maken. En toen werd ik elke keer aangekondigd als Ali B uit Holland. Alsof ik geen hits heb, niks in mijn leven heb gedaan. En ik zie vooral allemaal vrienden van mij, heel veel. En ook bekende Nederlanders. Die dus vandaag hun gelijk gaan halen, snap je? Want die weten, die zegt tegen iedereen, die Ali, dat is echt een klootzak. Je ziet hem op tv, helemaal aardig, maar niet echt, is echt een klootzak. Maar niemand gelooft ze. En vandaag hebben ze een film waarvan ze kunnen zeggen, ja, ik zei het toch al die tijd. Dat is een beetje wat aan de hand is. Wat vind je nou van Ali als acteur? Je hebt het al gezien natuurlijk. Het leek niet alsof het zijn eerste keer was eigenlijk. Hij is binnengekomen, de repetitie. We hebben gelijk beginnen repeteren en dat was dadelijk juist. En hij heeft een heel goede intuïtie. Hij is heel slim, hij is heel hongerig. En hij, heeft ooit zelf gezegd, je kan Ali B van de straat halen, maar je kan nooit de straat uit Ali B halen. En in deze rol bewijst hem echt dat hem mede zijn alleen maar een rapper, zanger, manager. Allee, het is een heel groot talent en ik vond het waarschijnlijk een eer om hem te werken, echt waar. Dankjewel, man. Ja. Ik vroeg hier een beetje rond aan de mensen die langs de rode loper komen. Wie is nou de grootste patser uit de scene? Jouw naam komt wel vaker voor dan gemiddeld. Ja, maar die mensen kennen me alleen maar van achter de schermen, toch? Dus dan is het ook zo. Achter de schermen doe ik ook gewoon een beetje tof. Dat is eerlijk. Maar ik doe dit bijna nooit als camera eruit. Maar hoe ben je dan achter de schermen? Vind je het tof om gewoon te laten zien van... Hey, kijk eens, ik mag er zijn. Dit is wat ik heb. Ja, vooral op een plagerige manier, toch? Maar als iemand anders tof doet, dan vind ik het helemaal lekker om tof te doen. Ik klot, zeg. Hij speelt in de film Vatsig. Je vroeg erom. De patser Ali. Als hij op je afkomt met een pistool, zeg je Larahmim, ik ga naar huis, man. In plaats van hier heb je geld. Kom op, hé, man. Het is toch echt zo? Zou je bang zijn als Ali B? Ik schiet je dood, dat Ali. Op zo'n. Maar heel veel mensen zeggen hier wel dat Ali B de grootste patser is. Prutser. Ze hebben het mis. Ze denken patser, maar ze hebben het prutser. Ik ken Ali echt heel lang. Hè? Ze komen uit dezelfde buurt. En inderdaad, Ola, even nu serieus. Hij heeft me verrast. Hij heeft echt een hele leuke rol neergelegd. Wat ik in de trailer zie. Hè? Echt, ja. Je wordt wel een beetje bang van hem. Ja. Jij kent Ali natuurlijk ook al een tijdje. Ja. Hoe was het voor jou om hem zo te zien? Heel slecht. Ali was het slechtste. Ik dacht ook, ze hadden hem eerst dood moeten schieten. En had hij zich dit echt kunnen besparen. Want wat hij deed, ja, niet geloofwaardig. Nee. Nee, heel erg trots op Ali ook. Ja, hij was fucking cool, man. Om in zo'n rol te zien.
En ja, weet je wel, iedereen denkt dat het knuffel Marokkaan is. Maar zo is hij in het echt hoor, dat schelden. Ja? Ja. Ik hoorde hier en daar, het is ook echt wel een patsertje, zeg maar. Hoe ken jij hem? Is het een patsertje? Ja, hij is een hele grote patser met een heel groot hart ook. Ja, heel klein hart. Ja, een hele grote mond. Ja, dat ook. Nee, al die rappers zijn patsers, toch? Wie vind jij de grootste patser uit de scene? Jeetje, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dan wel Boef. Die laat altijd wel zijn centen zien en wat hij heeft en zo. Ja, ik vind Boef wel een echte patser. En wat vind je ervan dat dan rappers dat leuk vinden om te laten zien? Ja, ieder zijn ding. Ik snap als je ergens keihard voor hebt gewerkt, dat je heel graag daar mooie spullen voor wilt kopen. En dat je dat wil laten zien aan de rest van de wereld. Ik denk dat iedereen eigenlijk wel graag wil laten zien wat hij heeft gekocht. Want je koopt het natuurlijk wel voor jezelf, maar ook wel dat andere mensen kunnen kijken en denken, oh wat mooi of zo, weet je wel. Dus ja, ieder zijn eigen ding. Het patsergedrag, dat hoort bij de urban scene. Tuurlijk, je weet toch, patser, tof doen, vertellen wat je allemaal hebt. Je kent de liedjes toch, het is niet zo, ik heb hier en daar een liedje over mijn kinderen. Ik ga niet rappen, oh mijn kinderen zijn zo rijk. Nee toch? Kunnen vrouwen ook patsers zijn? Nou, Badia, die in de film speelt, Nora, van K3. Ja, die patst wel lekker weg in de film. Nee, maar zij trapt wel deuren in voor heel veel Marokkaanse patsmeisjes. Zelfs voor alle vrouwen die tof willen doen. Ja, ik mag het niet zeggen, maar op een gegeven moment slaat ze mij in elkaar en shit, man. Dat is gênant. Ik heb geprobeerd die scène eruit te halen, maar ze wouden niet. Vrouwen kunnen ook patsers zijn? Ja, zeker wel. Ja, jij bent een patser? Nee, een beetje. Jawel, jawel. Klein beetje, klein beetje. Ja, waarom, denk je? Als ik iets koop, dan wil ik het altijd laten zien. Terwijl eigenlijk, als je geen patser bent, dan heb je het gewoon en ben je gewoon stil. En dan zien mensen het wel wanneer ze het zien. Ik ga een foto maken ervan en op Instagram zetten, Snapchat. Dus dat is patsergedrag. Ben jij een beetje patserig? Qua geld willen verdienen. Ja, geld willen verdienen en uitgeven. En laten zien? Dat iets minder. Ja, ik hou van bescheiden zijn. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dus dat is wel iets dat bij mij juist niet zo is. Ik ga dat niet snel tonen. Ik koop zelfs niet altijd dure dingen. Ik vind, nee, zelfs dat niet. Ik probeer zo goed mogelijk te sparen en in belangrijkere zaken dan kleren en zo, het materiële. Ja, ik weet, ik wil echt sparen voor een huis, voor een goede auto. Zo'n dingen, serieuze dingen. Dat klinkt keizielig. Oh my god, ik klink als mijn moeder. Een hele toffe film als je het aan mij vraagt. Er waren genoeg patsers aanwezig. Vond jij dit nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Ik zie jullie de volgende keer. Ciao.